Het is vandaag vrijdag 13 september 2019. Precies 17.00 uur geweest. Welkom allemaal. Fijn dat jullie er zijn. En eigenlijk fijn dat jullie terug zijn na deze stralende zomervakantie. Het is altijd maar weer afwachten, hè? Of het goed afloopt. En zo te zien is het heel goed afgelopen. Nou, welkom dus. Vandaag staat in het teken van de slag om Arnhem, wat eraan vooraf ging, wat daarna gekomen is. Maar in ieder geval, de slag is wel ons centrale thema. Dat zal jullie niet verbazen. Je moet het ruim zien, dat wel. Want René Maassen, die begint straks en die gaat terug naar een gebeurtenis die zich ook in 1944 afspeelde. En die door de slag die in september volgde een beetje in de vergetelheid dreigde te raken. Dan komt Jan Brouwer antwoord geven op de vraag, is alles wel zoals het lijkt wat betreft die slag om Arnhem? Ging de slag wel om Arnhem? Of ging die eigenlijk ergens anders om, bijvoorbeeld? En we sluiten af met Dorien Hartman. Die kijkt natuurlijk ook naar de slag, maar dan vanuit hedendaags perspectief. Dat kun je wel aan Dorien overlaten. Tussendoor is het ook nog af en toe een keertje pauze. En zoals altijd hebben we dan soep en broodjes. En wat die soep betreft heb je keuze uit twee. We hebben vegetarische pompoensoep en onvegetarische tomatengroentesoep. En er zijn Turkse boterham met ballen. Ja, daar zal het onvegetarische wel in zitten, denk ik, in die ballen. En verder hebben we broodjes, Turks brood, hè, met zalm en met brie. Het is maar dat jullie het weten. Ik ga niet meer vertellen hoe je dat financiert en zo. Maar in ieder geval, daar verkopen ze bonnen. En daarmee betaal je dan de soep en de broodjes. Wil je drinken, dat kan. Dan ga je naar de bar en betaal je contant. Of met je pinpas. Goed, genoeg daarover. Oh ja, nog wel een beetje een netelige kwestie. Wij zijn vandaag, eigenlijk andere keren ook wel, maar vandaag door de inzet van een 360 graden camera, niet AVG-proof. Dat betekent dus dat, je weet hè, we hebben de site historischeherberg.nl en daarop kun je beelden vinden van alle herbergen op eentje na tot nu toe. Nou, we bestaan al 10 jaar, hè? Vandaag is de 11e jaargang begonnen. En op die beelden zie je vooral presentatoren en foto's die ze tijdens hun presentatie lieten zien en zo. Maar ook wel beelden van het publiek. Dat ziet er altijd heel enthousiast uit. Dus het kan zomaar zijn dat jullie op de video komen en dat je dus ook op die site van ons te zien bent. Nou, als je dat echt niet wilt, dan kun je proberen weg te duiken achter de rug van iemand anders. Nee, we gaan geen balkjes voor ogen doen. Nee, niet blurren en zo. En als je echt helemaal tegen bent, dan zou je de zaal eigenlijk moeten verlaten. Maar ik hoop niet dat je dat doet. Maar ik wil wel open kaart spelen. Ik wil dat je weet dat het gefilmd wordt en dat je dus in beeld zou kunnen komen. Vind je dat heel erg leuk om in beeld te komen? Dan kun je natuurlijk straks op de zeepkist gaan staan. Of je komt gewoon een keertje voor de gezelligheid naast mij staan. Dan ben je daarvan verzekerd. Ik zie wel wat er gebeurt. Ik geef het woord aan René Maassen. En die neemt ons mee terug naar februari 1944. En zijn verhaal heeft ook wel een emotioneel tintje. Want, dat zal René zelf wel vertellen. René, daar komen we wel op, Sjaak. Staat hij aan trouwens, ben ik te horen? Ja, oké. Even kort, mijn naam is René Maassen. Geboren, getogen in Arnhem. En werkzaam bij Defensie geweest, momenteel bij ProRail. En zeer heel veel of heel erg geïnteresseerd in de geschiedenis. En dan van Arnhem en ook een beetje de militaire geschiedenis. Dat even vooraf. Vrijdag de 13e, Sjaak, je zei het al.
En de hele dag ben ik zonder problemen doorgekomen. En net op het laatste moment zit ik hier en ik zoek mijn leesbril. En ik zet mijn voet en dan sta ik met mijn voet op mijn leesbril. Dus nu ben ik genoodzaakt om een, dit is een beeldschermbril. Dus er zitten varifocusglazen en lastig in. Dus ik zal een beetje moeten helpen af en toe de bril opzetten, bril afzetten. Dus als ik hem opzet, dan zie ik nu alles wazig. Maar ga ik dichtbij, gaat het weer wel. Dus ja, dus vrijdag de 13e. Het is niet anders, Sjaak. Nee, dankjewel. Nee, dat is geen probleem. Nee, ik had het gewoon, ik had het al geprobeerd. Dankjewel. dit verhaal heeft eigenlijk een korte aankondiging nodig. Begin dit jaar, ik weet niet of de vraag vanuit de herbergiers kwam, voor thema's voor deze bijeenkomst met betrekking tot de slag om Arnhem. En toen opperde ik er om stil te staan bij een gebeurtenis nu 80 jaar geleden. Want 2 weken geleden kwamen, 80 jaar geleden, de militairen in Nederland op. Die werden opgeroepen voor hun dienstplicht om hun taak te vervullen als militair voor de eventuele dreiging uit Duitsland. Ik zeg, misschien is dat een thema om in afwijking van alles rondom de slag om Arnhem even een afwijkingtje of een ander themaatje te geven en te vertellen over de opkomstplicht en dergelijke. Ik zeg, dan wil ik het verhaal wel vertellen van mijn grootvader. Nou, dat was een leuk voorstel. Herbergiers hebben overlegd en ik kreeg als respons, wil je het verhaal vertellen van je andere grootvader? Nou, ik zeg, dat is een hele lastige, ik neem die uitdaging aan, ik ga het verhaal vertellen van mijn andere grootvader. Nu heb ik een vraag, want ik heb de oorlog zelf niet meegemaakt. Zijn hier mensen, Sjaak misschien, ben jij geboren in Arnhem? Ja. Na de oorlog? Dus jij hebt thuis ook verhalen gehoord over de oorlog? Ja. Werd er veel verteld? Ja, maar ja. Niet over het bombardement. Nee, oké, niet over... Nee. Zijn de, als ik zo rondkijk, zie ik mensen die geboren zijn na de oorlog. Ook Arnhemmers, die geboren en getogen zijn in Arnhem? Ja, ik zie... Werd er thuis veel verteld over de oorlog? En dat kwam later pas, niet. René. Oké. Later. Hoe ouder, hoe meer verhalen. Bij ons thuis werd er gedeeltelijk wel het een en ander verteld. Aan mijn vaders kant niet veel, mijn moeders kant wel veel. En dat had betrekking met het verhaal dat wij thuis maar 1 opa hadden. En dat was al gauw de vraag, ja, hoe komt dat? En dan was het antwoord, die is om het leven gekomen bij het bombardement op de gasfabriek. Mijn andere opa leefde nog, dat is van mijn vaders kant. En hier zit hij dan met de kleine ondergetekende op schoot... Net of ruim 1 jaar oud. Bij ons thuis werd er dus het een en ander verteld. Ik kon het op een gegeven moment ook vragen. Ik was geïnteresseerd in de geschiedenis, dus ik kon veel vragen. Mijn grootmoeder, van mijn moeders kant, vertelde ook veel. En mijn moeder ook, maar van vaders kant helaas niet zoveel. En daar kon je het ook niet aan vragen. Dus het was bij ons een beetje gemengd wat je allemaal te horen kreeg. Dus er werd veel verteld. En hoe meer er werd verteld, hoe gedetailleerder ook de verhalen waren. Dus dat was best wel indrukwekkend. Nou, op deze leeftijd had ik dus nog geen interesse. En mijn eerste herinnering die ik heb aan verhalen over de oorlog, die gaan terug naar de 3e klas van de lagere school. We hadden toen als onderwerp in de lagere school, in de 3e klas, 25 jaar slag om Arnhem. Wij mochten een maquette maken. En ik zal beslist thuisgekomen zijn met vragen van pa of ma, wat heb je ervaren tijdens de slag om Arnhem? Dus er werd wel het een en ander over verteld. Het werd al genoemd, het bombardement op 22 februari 1944. Waar dus mijn opa bij om het leven is gekomen. Even wat feiten. Dit stond er een dag later in verschillende kranten. En sommigen die zullen hem niet zien uit media en boeken wel kunnen herinneren. Om te beginnen, de oorlog, begin 43, de Russen, de Sovjet-Unie, heeft het Duits opmars te staan kunnen krijgen. En beginnen langzaam met de opmars naar het westen. Langzaam, want dat gaat niet echt voorspoedig. In het midden van 43 beginnen de geallieerden in Italië met hun opmars in de Italiaanse Laars. De Sovjet-Unie, er is bijna elke maand, zo'n beetje om de 2 maanden, is er overleg tussen alle geallieerde leiders. En de Sovjet-Unie... die vraagt om in het midden van 43 in het westen een offensief te gaan plegen. Nou, dat plan pakken ze op. Ze gaan een luchtmacht opbouwen.
Want voor een grondoffensief heb je namelijk luchtoverwicht nodig. Er komen plannen. Eind 43 start er een plan om de Duitse luchtmacht een behoorlijke zware slag toe te gaan dienen. Dus een aanval op vliegvelden, vliegtuigindustrie en dergelijke objecten. Dat gaat. Dat gaat zijn beloop en die luchtmacht die wordt verder opgebouwd. November 43, dat is even interessant voor dit verhaal, wordt de 446e bombardement group, dat is op zich maar een relatief, als je ziet de aantallen, maar een kleine eenheid, die wordt operationeel in Bungay in Flixton. En dat is een plaatsje dat ligt in Engeland en dat ligt aan deze kant, aan de oostkust. Hun doel, laat ik ook even zien op de kaartje, ligt in dit gebied, Gotha. Daar komen we straks op terug. In ieder geval, de opbouw van die luchtmacht, van die geallieerde luchtmacht, gaat door. Er zijn al wat bombardementsvluchten, of wat, heel wat in ieder geval. Maar die gaan gepaard met grote verliezen. Maar wat denken ze in eerste instantie? We gaan al die bombardementsvliegtuigen uitrusten met geschutskoepeltjes. Zonder begeleiding van jagers. Dus dat is een tactisch, strategisch verhaal. Dus die hele opbouw die gaat ook met een technische, tactische en een strategische ontwikkeling. Uiteindelijk is het zover dat de jagers, de actieradius van de jagers, en dat is wel bijzonder om te zien, pas in november 43 het bereik hebben van Leipzig. Dus de technische ontwikkeling van de vliegtuigen heeft het mogelijk gemaakt dat ze ook verder Duitsland in konden bombarderen. Nou, de plannen die komen. En uiteindelijk plannen ze in de week van 20 tot en met 25 februari Operation Argument. Oftewel, zoals in de volksmond ook wel genoemd door de geallieerden, Big Week. Massaal werd er gebombardeerd. Overdag vlogen de Amerikanen en 's nachts de Engelsen. En dat ging eigenlijk continu door. Werd alleen onderbroken wanneer de weer op de doelen slecht was. En dan werden gelegenheidsdoelen uitgezocht. Iedere eenheid die de lucht inging, kreeg een gelegenheidsdoel mee. Zo was het voor die eenheid die op de 22e de lucht inging. Was het gelegenheidsdoel Eschweiler en dat lag vlakbij Gotha. Nou, op 22 februari, iets voor 9:30, stijgt het 446e bombardementsgroep op vanaf hun basis in Engeland, in Bungay. Er stijgen op 177 vliegtuigen, B-24 bommenwerpers. En hier zie je dus zo'n bommenwerper met de herkenningspunten van het 446e bataljon. Deze foto is gemaakt tijdens een bombardementsvlucht later dat jaar naar Berlijn. Dus dit vliegtuig, mocht die niet nieuw zijn geweest, heeft dan die hele periode overleefd en heeft het doel gehaald. De doel is Gotha, de vliegtuigindustrie in Gotha. Onderweg gaat het mis, althans in zoverre, rond 1:15 krijgt die eenheid, op dat moment bestaande uit 74 vliegtuigen, want tijdens het formeren gaat er al veel mis van die vloot, uiteindelijk van die 177 vliegtuigen die opstijgen, gaan er 74 op pad richting Gotha. Om 1:15 komt dus die recall, zoals het heet, ze moeten terugkeren, want het zicht op het doel is slecht. Nou, dan is de standaardprocedure op zoek gaan naar gelegenheidsdoelen. Omdat ze nog niet ver genoeg in Duitsland waren, konden ze dus niet hun doel pakken bij Eschweiler. En het vermoeden was ook dat daar het slecht zou zijn. Nou, dan krijg je in de lucht een enorme massaliteit aan vliegbewegingen. Eenheden die uit moeten wijken voor andere eenheden, die formaties gaan zoeken weer. In de formatie worden andere vliegtuigen in opgenomen. Dus het is echt een massaliteit, dat is voor ons nu niet meer voor te stellen. Uiteindelijk vindt dan een twaalftal vliegtuigen van de 446e vindt een doel. En dat doel is dan Arnhem. Ze vinden daar een rangeerterrein in het Broek. En om 13:28 lossen ze de bommen. Niet alleen op Arnhem, ook een twaalftal Liberators vinden in Nijmegen een doel. Dat is ook het rangeerterrein, het stationsgebied.
Maar het verhaal is bekend dat daar de meeste bommen op het centrum vielen. En ook Enschede en Deventer worden gebombardeerd. Het totaal aantal burgerslachtoffers van het bombardement is 900. Of ruim 900. Op die dag, de 22 februari, rond 5:30 's ochtends, rijdt Laurens Boudewijn met zijn fiets het terrein op van de gasfabriek. Dit is de ingang van de gasfabriek. Hij heeft vroege dienst. Laurens Boudewijn. Laat ik hem even voorstellen. Geboren in Beverwijk. Opgegroeid in een gezin van, met 6 broers en zussen. Zijn vader was marineman, zijn vrouw kwam uit Den Helder. Dus ze hadden verschillende woonplaatsen in Noord-Holland. Den Helder, Amsterdam, Wijk aan Zee, Beverwijk. Toen hij geboren werd, was zijn vader al met, ja, hoe noem je dat, met wachtgeld, met pensioen. Dus hij was met eervol ontslag. Maar dat pensioen was niet dusdanig dat ze daarvan konden leven. Die man moest allerlei klusjes doen als blikslager, portier, nachtportier en dergelijke. Na 1,5 jaar... gaat het gezin van Beverwijk terug naar Arnhem, waar de familie van zijn vader woont. Ze gaan wonen in de Tweede Wijkstraat. Nou, de Tweede Wijkstraat bestaat niet meer, maar die ligt, heel logisch, heel simpel, bij de Eerste Wijkstraat. En die ligt achter de Steenstraat, zeg maar de hoogte van wat vroeger het Sportfondsenbad was. Daar heb je de Eerste Wijkstraat. Dat is allemaal gesloopt, die panden die er stonden. En dat is nu nieuwbouw en dat heet nu volgens mij het Nieuwe Land. Hij groeit op in de omgeving van de Steenstraat en de Hommelstraat. Uiteindelijk vindt hij zijn geliefde, waar hij mee trouwt, en dat is Marie van Gilst. En het bijzondere, wat ik al zei, hij groeit op in de omgeving van de Hommelstraat, is dat de eerste ontmoeting plaatsvond voor deze etalage. HWCO, oftewel de goedkope winkel. Op de hoek van de, zeg het goed, Spoorwegstraat en de Hommelstraat. Ze trouwen en ze krijgen 2 kinderen, Mien en Annie. Dit is Annie, de jongste, en dit is Mien, de oudste, geboren in 1929. Die vrouw hier rechts op de foto is de moeder van Lau, Johanna Scheffer. Dus die komt uit Den Helder. En rechts is zijn echtgenote Marie van Gilst. Ze gaan uiteindelijk wonen op de Leijsterstraat 2, op de Vogelwijk. En vanuit dat huis heb je een uitzicht op de Hezelberg, de Dalweg, die zie je hier lopen. En dan zie je de Klaas-Katerlaan, de Wormselaan en de Hommelse Straat. De Hommelse Weg, sorry. Daar begint dat gezinsleven. Lau meldt zijn paspoort, 1,79 meter. Hij heeft blauwe ogen, donkerblond haar en heeft littekenen aan beide handen. Wat ik van mijn grootmoeder ooit heb vernomen, is dat hij schoenmaat 46 had. Zo, dat was mijn reactie ook, want ik heb 44 en ik ben 1,77. Dus met die lengte, ja, dat denk je ook van, dat is bijzonder. Hij was werkzaam, en dat verklaart misschien ook de litteken aan zijn handen, als stoker en machinist. Dus hij ging met ketels om en met vuur. Hij wist hoe die machines moest bedienen. Hij werkte onder andere op het stoomtreintje wat het zand bracht van Alteveer naar het Broek. Voor de aanleg van het rangeerterrein en industrieterrein. Hij heeft ook een periode gewerkt bij de Gelderse tramwegen op het trammetje. Maar ondertussen kwamen al bussen, dus dat werk was ook niet meer zo in trek. En vervolgens stapte die over naar de ASM. En dat werk was fysiek erg zwaar. En hij begon ook al ouder te worden. En toen wist zijn vrouw om zover te krijgen dat hij ging solliciteren als stoker op de gemeentelijke gasfabriek. En dat lukte. Hij werd aangenomen. En dat vond plaats in 1933. Dit is het arbeidscontract van Lau. Simpel A4'tje. Ja, het is simpel, maar het is gewoon 1 A4'tje met alle gegevens. En zijn eerste salaris staat er ook op. Dat was 33 gulden en 4 cent. En 48 nog iets.
In ieder geval, nu zullen ze ook met halve centen gerekend hebben, denk ik. Of toen nog met halve centen gerekend hebben, denk ik. Dat was zijn, staat erbij, zijn uurloon. Uurloon. Ja. Nou, dat zal dagloon geweest zijn, denk ik. Ik kan het niet goed zien. Weekloon staat er. Dit is de gasfabriek, zoals die aan de Westerveldse dijk stond in de jaren 30. En hierboven was zijn werkplek. Hij moest namelijk de ovens op gang houden. Hij moest het vuur opstoken en laten stoken om het gas in Arnhem of de burgerij van gas te laten voorzien. Daarvoor werkte hij dus in de ploegendienst. 7 dagen op, 2 dagen vrij, 7 dagen op. Vroeg, laat, nacht. De vroege dienst was van 's ochtends 6 tot 's middags 2. En 7 dagen in de week, 365 dagen per jaar. En zo gingen de jaren door in de jaren 30. In 36 besloot hij, en waarom weet ik niet, maar het zal beslist besproken zijn met zijn echtgenote Marie, om een verzekering af te sluiten bij de facultatieven. En dat was de eerste crematieverzekering in Nederland. Die crematieverzekering was ontstaan ergens eind 19e eeuw. En cremeren was toen eigenlijk nog niet zoals nu normaal. Dat was heel bijzonder. De eerste die in Nederland werd gecremeerd, dat was in 1914. Maar hij besloot in 1936 van, als ik overlijd, wil ik gecremeerd worden. En sloot een verzekering af bij de facultatieven. En waarschijnlijk, dat is mijn inschatting zo'n beetje, heeft hij gewoon iets met vuur gehad, waardoor hij zei van... een bijzonderheid is een vrije tijdsbesteding. Want ik heb het... was ook met vuur. Hij had dan wel een moestuin op de Jalf, bij de Dullertstraat. Waar vroeger moestuinen lagen. Maar hij had ook thuis in zijn schuurtje een eigen smidste. Hij was bezig om een klein stoommachinetje te bouwen. Dus zijn werk was ook zijn hobby. Hij ging er helemaal in op. 10 mei, we kennen het allemaal, breekt de oorlog uit in Nederland. En de genisten in Arnhem, die blazen de brug op. Nou, Lau was wel geïnteresseerd in alles, zal beslist wel eens een keer na een vroege dienst op de fiets langs de brug zijn gereden in mei. Dat was een uitdaging, daar kwam je niet meer overheen. Hij zal thuis ook wel eens gezegd hebben van Marie... een bezoekje naar Zetten, waar zijn schoonfamilie woonde, zal wat lastiger worden, want de bus kan niet meer over de brug heen. Want vaak gingen ze in het voorjaar namelijk kersen eten bij de schoonfamilie in Zetten. De oorlog ging verder. Lau, vanwege zijn werktijden, zal beslist een pas hebben gehad dat hij bij nacht en ontij over straat mocht. Sterker zelfs, er zijn verhalen dat de politieagenten dat hij hem kende. Dus hij werd niet eens meer gecontroleerd. Hij kon zo door de stad heen fietsen. Ook de NSB'ers, die handenspansdienst deden voor de politie, die kenden hem ook. Die wisten wie Lau Boudewijn was. Hij staat hier in een uniform. Ja. Dit is een stokersuniform. En het bijzondere van dit verhaal is dat de onderzijde van die jas, die is verstevigd, zodat hij stiekem kolen mee kon nemen. Zodat ze thuis kolen hadden. Zijn moeder kreeg ook op die manier de kolen. Hij luisterde naar de radio. Radio Oranje. En dan is er nog een klein verhaal. Over zijn toch wel enigszins verzetsactiviteiten. Op 31 augustus 1943 zei hij tegen Marie van zorg dat de kinderen mij opwachten onder de Lindehommelseweg. Want dan ga ik wel even ergens met hun drinken. En dat heeft hij gedaan en op de hoek van de J.P. Heijenstraat, Hommelseweg, heeft hij samen met de dochters genoten van een oranje bitter en 2 ranja's. Op het terras. Dus 3 oranje drankjes. 22e vroege dienst. Dat is de werkplek. Dit is een foto van de bommen die vielen. Op de foto zijn de bommen ook te zien. 13:28. Het is niet zeker of dit de bommen zijn die op de gasfabriek vallen, maar hier zie je als je goed kijkt de bommen vallen. Op de Leijsestraat gebeurde er op dat moment ook het een en ander. Annie was thuis
Of die was net thuisgekomen van school. Die hadden dus luchtalarm gehad. De kinderen waren vastgehouden op school. En die waren nadat het signaal vrij was gegeven, waren die naar huis gestuurd. Zij was thuisgekomen en de achterdeur was op slot geweest. Zij kon nergens naartoe. Zij ging toen vanaf de Leijsestraat richting onder de Linden. Want ze had wel meegekregen dat de moeder de huur moest betalen in de stad. Haar moeder, Marie van Gilst, die was dus de huurwezen betalen. Was luchtalarm geweest. Die had even wat oponthoud gehad. En die was na het vrijgeven van het signaal veilig richting huis gelopen. Tot het moment dat de bommen vielen, toen was ze hard gaan lopen. Annie die was op onder de Linden had ze gestaan, toch het militair hospitaal. Die had dekking gezocht toen de eerste bommen vielen bij het muurtje van het hospitaal. Die is daar toen weggestuurd door een Duitse militair. Van dit is niet veilig, zorg dat je ergens anders komt. Ze is toen de straat overgerend en heeft de dekking gezocht in een portiek. Vervolgens toen het stil werd en er geen explosies meer waren, is ze weer tevoorschijn gekomen. De onder de Linden opgelopen richting de stad. En toen zag ze hardlopend haar moeder de onder de Linden opkomen lopen. Terwijl dat gebeurde keek zij nog richting waar de explosies waren en ze zag ze grote rookwolken boven het gebied waar onder andere het gasgebied, de gasfabriek stond. Samen gingen ze naar huis en Annie heeft nog wat gezegd over het feit van ja, er kwam rook bij de gasfabriek. En toen had Marie gezegd, haar moeder van doe niet zo gek, zal het wel meevallen. Thuisgekomen had ze gezegd, kom we gaan thee zetten, pa zal zo weer thuiskomen. Toen Marie gas opzette voor het water, voor de thee, kwam er geen gas. Waardoor het opeens stil werd in huis. En die stilte die duurde lang. Want na 2:30 was er nog geen pa thuis. Wel kwam 3:15 haar zus thuis. Die had het een en ander gehoord dat de bommen waren gevallen op de gasfabriek. Dus toen werd het nog stiller in huis. Om 4:00 ging de deurbel. Ome Johan, de broer van Lau. Marie, je moet nu meekomen. Lau ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. Marie snel wat gepakt en als de weerwind met Johan naar het gemeenteziekenhuis. Dat is te voet, want Leijsestraat, trap af, Dalweg op. Zo de Wagnerlaan op en je bent het gemeenteziekenhuis. Dat ging in een snel tempo. Annie en Mien kregen nog te horen, ga met tante naar ome Anton en tante Kee. Die woonden op het Talmerplein. Dat was een andere broer van Lau. Die avond en die nacht hebben eeuwig geduurd voor Marie. Want haar man leefde nog, was zeer zwaar gewond. Hij had de kleren, werkkleren nog aan, dus hij lag helemaal beroet en bezwart in bed. En hij stierf die avond, of laat aan het begin van de nacht, aan de verwondingen. 41 jaar oud. Zes dagen later, de 28e, was de begrafenis van heel veel slachtoffers van het bombardement in Arnhem. Ook van Lau, althans niet de begrafenis, maar wel van zijn collega's die ook sneuvelden op de gasfabriek. Die vond plaats op Moskowa. Met een grote en een druk bezochte plechtigheid. Heel veel collega's. En de burgemeester was erbij, wethouders. Het was gewoon een groot gezelschap die daar afscheid nam van heel veel slachtoffers. Lau niet, want die had een crematieverzekering. Die werd gecremeerd. En er was maar één crematorium. Na de begrafenis trok een grote stoet van Moskou naar het station. Er was een speciale wagon achter een trein gehangen. En ging het hele gezelschap, althans een groot gedeelte van het gezelschap, met de trein richting Amsterdam om vervolgens bij Driehuis Westerveld te stoppen, waarbij de stoet achter de baar richting het crematorium ging. En dat in oorlogstijd. Dit is een kort en heel snel het verhaal van een vergeten, een beetje ondergesneeuwd geraken gebeurtenis in 1944. Een jaar die in Arnhem bekend staat als de Slag om Arnhem. Ik dank u voor uw aandacht. Dank je wel, René Maassen.